reden waarom we terug zijn komen fietsen is om het project Bosnië, dat georganiseerd wordt door het Barnes Lyceum, onder een breder publiek bekend te maken. We hebben ook geprobeerd onderweg en iedereen die ons vroeg wat zijn jullie om doen, direct dit erbij te vertellen en kregen daarbij hele enthousiaste reacties. Beide heren zijn in de zomervakantie naar Bosnië gevlogen met een fiets. Vandaaruit weer teruggefietst naar Baren en wel voor het goede doel. En ons interesseert, waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben we dat gedaan? We zijn een jaar geleden met deze school al een keer naar Bosnië geweest om lokalen op te knappen daar. Met in samenwerking met de stichting Liaison Bosnië. Wij vonden het goed nu leerlingen opnieuw gaan en weer andere scholen gaan opknappen om leerlingen een middel te geven bij de verwerving van sponsorgelden. En daar hebben we het zo over gehad met elkaar en toen kwam dit eruit, wij gaan gewoon fietsen. En leerlingen gebruiken dat als middel om in te zetten. En dan kunnen die sponsorgelden die ze daarmee verkrijgen aangewend worden voor laminaat voor de vloeren en verf en nieuwe schoolmeubeltjes. We zijn nog straks weer compleet. We zijn met 25 Bosniërgangers. 25 Bosniërgangers die sinds halverwege april denk ik druk bezig zijn om geld binnen te halen voor ons goede doel, de Stichting Liaison in Bosnië. De huidige stand is 8.500 euro. De bedoeling is dat we 10.000 euro gaan halen. We hebben nog ruim 3 weken, dus de kans dat dat gaat lukken is enorm groot. Kees en Matthijs hebben ruim voor de vakantie, zomervakantie hebben ze aangegeven dat ze graag fietsen en dat ze hun fietshobby willen inzetten voor ons goede doel. Ze hebben heel nadrukkelijk gezegd dat zij daarvoor niet geëerd willen worden. Er mag geen bewieroking plaatsvinden achteraf. Daar zitten ze niet op te wachten. Ze hebben dit gedaan omdat ze dit mooi vinden, omdat ze dit leuk vinden en omdat ze ons een beetje willen helpen om het geld dat we nodig hebben om die scholen op te knappen daar in Bosnië, om dat bij elkaar te krijgen. Deze ereronde was dus ook vreselijk voor hen. Ik heb telefonisch contact met ze gehad en ze zeiden van nou liever niet, als het moet dan heel kleinschalig. Nou, dat kleinschalig hebben we nu voor elkaar, we doen het als klein groepje. Dat er toch pers bij is en dat de televisie erbij is, wat natuurlijk ook pers is, is voor ons doel wel van belang. En toen hebben ze gezegd van nou, voor het goede doel gaan we dan toch even naar school fietsen en waarvoor onze dank. Valentijn, met wat voor project zijn we hier bezig? We gaan scholen renoveren in Bosnië, omdat de scholen ontzettend verwaarloosd zijn door de oorlog die er gewoed heeft. Roos, hoe komen we aan geld om scholen in Bosnië te gaan renoveren? Nou, we zijn al sinds april bezig met allemaal sponsoracties. En elke leerling die meegaat naar Bosnië moet zelf minstens 350 euro ophalen voor Bosnië. En ja, volgens mij zitten we nu al op 8500 euro. En nou, ons streefbedrag is eigenlijk 10.000, omdat we dan zoveel mogelijk dingen kunnen kopen voor die scholen daar. En, ja.
Valentijn, achter ons staan twee racefietsen. Wat doen die racefietsen hier? Twee docenten van onze school zijn vanuit Bosnië hier naartoe gefietst. Meneer Van Buren en meneer De Ruiter. En dit hebben ze gedaan om geld op te halen voor Bosnië. En hoe lang hebben ze gedaan over deze fietstocht? Ze zijn iets meer dan 2 weken bezig geweest. En ze hebben meer dan 2000 kilometer afgelegd. Roos, kun jij zeggen op wat voor manieren jij aan sponsorgeld bent gekomen? Nou, ik heb zelf flessen ingezameld. Daar heb ik op zich niet heel veel geld mee opgehaald, maar wel een flink bedrag. En ik heb een mailtje gestuurd naar heel veel vrienden en familie. En gewoon met een verhaaltje erin en een link naar het filmpje van vorig jaar. En naar de site van Bosnië en dat soort dingen. En nou, daar heb ik eigenlijk het meeste geld mee opgehaald. Gewoon mensen die dan geld storten en die mij geld willen geven voor Bosnië, voor die stichting. Valentijn, wanneer gaan we naar Bosnië? We vertrekken 17 september naar Bosnië. En we blijven daar een week. En wie betaalt die reis? Dit betalen wij zelf. We zijn het niet zo dat het geld dat we ophalen in onze vliegtickets wordt gestoken. We betalen de reis echt zelf en zodat al het geld, dat we al het geld kunnen besteden voor Bosnië. Roos, laatste vraag. Waarom doe je mee aan dit Bosnië-project? Ja, ik vind het heel bijzonder om dit soort dingen te kunnen doen. En ik vind het heel erg hoe die kinderen daar zeg maar les moeten krijgen onder zulke omstandigheden. En ik wil daar graag aan meehelpen om dat te kunnen verbeteren. Ja.